Ja, vandaag zijn we te gast bij Dessertmeester. We gaan praten over corona en wat voor invloed dat heeft gehad op hun bedrijf. Nou, we gaan snel naar binnen, meunig veel honger. Wat doen jullie precies als bedrijf? Wij maken voornamelijk ijs. Vooral in 26 landen van Europa. De Dessertmeester is een onderdeel van Roering Food Group. Waarbij ook Zuiverloeven en Zuiverloeven winkelbedrijven behoort. Maar wij hier in onze zaal richten ons voornamelijk op ijs. En ja, toen kwam corona. Wat heeft dat met jullie bedrijf gedaan? Ja, dat is dan wel even schrikken. Met elkaar naar de keukentafel en natuurlijk in overleg met collega's en medewerkers over hoe gaan we dit dan doen en hoe doen we dit zo goed mogelijk. Nou, dan zijn we toch wel heel erg trots dat je vooral ziet dat ook de medewerkers met hele goede initiatieven komen om dit gezamenlijk met elkaar aan te vliegen. Ja, goed, we zijn natuurlijk bij een foodbedrijf en ja, binnen de foodsector zijn altijd mogelijkheden. Zo ook bij jullie, denk ik. Op dit moment veel vacatures? Ja, dat komt omdat er veel meer thuis wordt gegeten. Dat betekent dat de supermarkten een veel hogere vraag hebben. Dat is wel een beetje demografisch bepaald. Waarbij je bijvoorbeeld ziet dat een land als Polen toch minder afneemt uit de supermarkt. Maar een land als Groot-Brittannië of Duitsland heel erg veel vraagt. En dat zijn toch wel onze grootst omringende landen waar wij mogen afzetten. Dus dat levert absoluut grote kansen. Zodoende vacatures en werk. Nou, kwamen we natuurlijk net binnen via het pand. Jullie zijn met de coronaregels super omgegaan, hè? Dat hebben we gemerkt. Heb je daar nog een tip voor andere bedrijven hier in Twente om daarmee om te gaan? Een tip is dat je het samen moet doen en dat je het ook samen zou moeten dragen. Mensen dingen opleggen geloof ik niet zo in. Dus het is echt het met elkaar doen. En probeer je aan de regels te houden vanuit het RIVM. En vooral voor ons is het belangrijk om 1,5 meter afstand met elkaar te houden. Ja, wat hebben alle coronaregels met het personeel van jullie gedaan? Veel. We hebben het samen met medewerkers direct opgepakt. Waarbij we echt altijd gewild hebben om de RIVM-maatregelen goed na te leven. Maar direct op het moment dat minister-president een speech doet om te vertellen dat het halve land op slot gaat. Ja, dan heeft dat veel impact. Waarbij voor ons het belangrijkste was om op de lange termijn door te produceren. En onze ijsjes gewoon in Europa te kunnen uitleveren. En natuurlijk laat ik je niet met lege handen naar huis heen gaan. Had ik al opgehaald. Dus, namens onze firma, de zusterfirma Zuiverloeven, een mooi pakketje. Nou, dankjewel. Bedankt voor je gastvrijheid. Ja, wederom een prachtig bedrijfsbezoek. Ik ga snel deze lekkere dingen naar Meerte brengen.